Nakari Fumama Seranang. 25 november 1975, 25 november 2020. 45 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. Wat ging eraan vooraf? Welke lessen hebben wij daaruit geleerd? En wat zijn de verworvenheden van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname? Nakari Fumama Seranang. Een productie van de nationale zender, de STVS. Voorafgaand aan deze verbroedering kregen we eerst te maken met wat in de geschiedenis van Suriname bekend staat als het beslissende moment voor het realiseren van de onafhankelijkheid. Het moment van George Hindori en Albertine Lisdek-Clarke. Dit is iets waar ik alleen maar van gedroomd had. Maar ik zag dat onze leiders het ook zo wilden. Niet ik alleen. En bovenal dat ons volk, u hebt de uitbundige reacties zojuist gezien en gehoord, dat ons volk alleen maar dit wilde. Wij zijn Surinamers en wij willen bewijzen dat we het samen kunnen. Ramsadju over de rol van deze ex-parlementariërs. De beoordeling van meneer Hindori is afhankelijk van de bril die u draagt. Omdat meneer Hindori zijn betekenis gekoppeld is aan mevrouw Lisdek-Clarke, die van de NPK overging naar de oppositie. Naar de heer Somaharjo, die van de NPS overging naar de oppositie. Naar Lee Confon, die overging van de NPS naar de oppositie. In die context moet u Hindori zien. Hij was een van de vier die van de ene partij naar de andere partij was gegaan. Klopt. Overigens moet ik u zeggen dat de verantwoordelijkheid welke de heer Lashman heeft gedragen naar de Surinaamse samenleving toe algemeen bekend is. Voor hem is het belang van Suriname heilig. Alle andere dingen komen op de tweede plaats. Ook Jan Hakmat bekijkt deze affaire vanuit zijn eigen bril. Mevrouw Kaarke was een van de mensen in de NPS, een van de statenleden, die op den duur ook tegen de regering was. Ze voer op het kompas van de oppositie. Maar één stem ontbrak om de vergadering te laten voortgaan en waarbij de grondwet kon worden besproken en aangenomen. Die ene stem ontbrak. En Hindori nou, die van de oppositie was, die heeft op een gegeven moment Aron gezegd. Hij is bij Aron geweest. Ik ben bereid die stem te geven. Ja. Want het kan zo niet doorgaan. Precies. We kunnen, het is een week en als het niet doorgaat, krijgen we dan van de andere kant weer, dat wordt een onhoudbare situatie. Ja. Dus hij heeft in feite zijn partij verlaten, de oversteek gemaakt naar de coalitie, zodat het parlement koring kon krijgen om de grondwet te behandelen. Want het ging om de grondwet. Klopt. En dat is hem natuurlijk niet in dank afgenomen. Ik moet zeggen dat ik waardering koester voor de opvattingen van mevrouw Clarke. Welbespraakt. En ze heeft haar hart op de juiste plaats gehad. Hoewel zij deel uitmaakte van de regeringscoalitie, heeft ze het belang van de natie vooropgesteld en zich op het standpunt gesteld dat een zo bijzondere ontwikkeling als de onafhankelijkheid van Suriname gezamenlijk dient te geschieden. Ook in samenwerking met de oppositie, met inspraak van de oppositie. Ik wens mij, als het even kan, niet verder in te laten over dit vraagstuk. Omdat een ieder een eigen oriëntatie heeft, een eigen standpunt heeft. Ja. En ik wens alle standpunten te respecteren in hun eigen context. Uiteindelijk werd het men eens en Suriname werd op 25 november 1975 onafhankelijk. Suriname had een nieuwe vlag en een nieuw aangepast volkslied, waarvan het eerste couplet is bewerkt door de Surinaamse dichter Trefosa.
Ook oud-premiers van Suriname werden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze memorabele gebeurtenis. Zo ook oud-premier Severinus Emanuels, die van 1958 tot 1963 premier was van Suriname en woonachtig was in Nederland. Hij maakte een compleet verslag van de feestelijkheden op 24 en 25 november 1975. Dit zijn enkele indrukken van zijn waarnemingen van de feestelijkheden. De regering van Suriname was zo vriendelijk geweest om ook oud-minister-presidenten uit te nodigen voor deze plechtigheid. Wij zitten hier in het vliegtuig dat ons naar Suriname voert met vele bekenden. Het vliegtuig is op dit moment Suriname tot op enkele kilometers genaderd. De Nederlandse ambassadeur, de heer Leopold, en dit is dokter Sedney. En daar heb je Karamatali. Ine Sedney is erg verlegen van huis uit. En dit is Umpi. Daar onder ons is al land. Dit is de Kommerwijnrivier. En dit is de Suriname rivier. En hier onder ons ligt thans Paramaribo. Officieel was het regentijd, maar deze regen bij aankomst is de enige regen die wij in Suriname hebben meegemaakt. Het ging keurig volgens protocol, voorop de Nederlandse minister en zijn echtgenote de heer en mevrouw de Gaai Fortmans. En daarna hier de Nederlandse ambassadeur en daarna de overige genodigden. Er was een stewardess die zo vriendelijk was om mijn camera te hanteren zodat ik op mijn film voorkom. De vlaggen van de landen die aan de jonge, pasgeboren natie, de Republiek Suriname, een welkomstwoord toeriepen. Tranang, kande, wa mooi kondre, wa mooi kondre voetru. Het standbeeld van een fotomissie is gemaakt door een metselaar die geen kunstopleiding heeft genoten. De regering had 5 maanden tevoren opdracht gegeven om dit hotel te bouwen met 200 kamers, ten einde alle regeringsgasten voor deze plechtige onafhankelijkheid te kunnen onderbrengen. En dit gebouw is op het laatste moment klaargekomen, net 1 dag voordat de gasten arriveerden. De schoolkinderen zijn aan het repeteren. Het is enige dagen voor de officiële plechtigheid en ze zullen wat opvoeren. In het zogenaamde torengebouw heb ik gezeteld als minister van Financiën van 1952 tot 1954. Thank you.
het slotte van het festiviteiten vond er een defilé plaats van de net gevormde Surinaamse strijdmacht. Hier loopt prinses Beatrix, maar ik moest het van een hele grote afstand nemen en versneld opnemen. Vandaar deze slow motion actie. Het zijn dat u nu zult horen vraagt eerbied voor het vaandel. De officieren moeten worden beëdigd. De commandant, de kolonel Elstak, is er net beëdigd. President Verrier spreekt de troepen toe. Een bauxietboot die net langs ging gaf een saluut. De troepen marcheren nog niet geheel feilloos. Dank de president van de Republiek, de commandant van de troepen, de kolonel Elstak. Bij ons vertrek konden wij getuigen dat de onafhankelijkheidsfeesten uitstekend waren verlopen.